En studenten van het MEAO 6 willen graag dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de school uitbreidt met meer leerjaren. Toen de school vorig jaar startte, is slechts het basisleerjaar opgezet. De studenten willen graag op dezelfde school verder studeren en hebben hun hoop gevestigd op DNA-voorzitter Jenny Simons, die vandaag een petitie van de groep ontving. De studenten werden vertegenwoordigd door de organisatie iSpeak met voorzitter Vernon Koffie. En voorzitter Vernon Koffie zegt dat het ministerie middels een schrijven heeft meegedeeld dat de school niet zal worden uitgebreid. In de petitie is aangegeven dat de studenten eigenlijk al gewend zijn met de manier van lesgeven op die school. Twee, de meeste studenten wonen al daar in de buurt, komen vanuit Latour, Evramzege, Flora. En als de studenten naar een andere IMAO-school moeten gaan, dan zorg voor extra kosten en al die dingen. De studenten hebben alle MAO 6 uniform. Dus die zijn enkele dingen die aangekaart zijn in die brief naar de voorzitter. Nu de petitie is ingediend, zal de groep niet stil blijven zitten, zegt Koffie verder. Hij wil graag onderhandelen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over deze kwestie. We wachten dan sowieso af wat uit de bus komt. Maar we zullen ook niet blijven zitten, want we hebben nog niet gepraat met het ministerie zelf. We hebben wel een brief gericht naar het ministerie. Dus we verwachten dat het ministerie ons ook uitnodigt voor een gesprek om dan even aan te geven wat de knelpunten zijn vanuit het ministerie. Maar ook vanuit de studenten kunnen we dan overleg plegen met het ministerie. Voorzitter Vernon Koffie van de organisatie iSpeak, die namens studenten van het MEAO 6 een petitie heeft ingediend bij het parlement.